Ik ben Piet Gielens en ik ben sinds 1996 coördinator van het Vlaanderen Fields Museum in Ieper. Ik ben bezig met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, omdat er een oorlog is die ons hele land, onze hele samenleving overhoop heeft gehaald. En hier in het bijzonder, niet alleen in de stad Ieper, maar ook in de hele Westhoek, eigenlijk het leven van ongeveer iedereen die toen leefde, heeft bepaald. En in de herinnering daaraan, denk ik, is ontzettend veel mogelijk om in te zien over wat oorlog eigenlijk doet met mensen. En daarom denk ik dat het nog altijd relevant is tot vandaag. Wel, ik heb het grote geluk gehad dat wat ik eerst deed vanuit een eigen engagement. Ik maakte vredesconcerten om de problematiek van de Eerste Wereldoorlog en de herdenking eraan onder de aandacht te brengen. Dat ik dat professioneel ben kunnen gaan doen als coördinator van een nieuw op te richten museum sinds 1998, dus het In Flanders Fields Museum. En dus die inspanning is gedeeld eigenlijk nu en gedragen door de hele gemeenschap. En dat is natuurlijk ontzettend fijn dat het zover is kunnen komen. Wel, het museum en de herdenking aan de Eerste Wereldoorlog is door het museum, denk ik, op een andere manier bij een zeer groot publiek gebracht. In totaal hebben al meer dan 5 miljoen mensen het museum bezocht en zijn wij in contact met mensen niet alleen overal in dit land, maar over de hele wereld. We hebben contacten in meer dan 100 landen over de hele planeet, om de eenvoudige reden dat er mensen van daar zijn gekomen om deel te nemen aan de oorlog hier. En dat samen doen is natuurlijk iets wat enorm veel belang heeft, dat je dat niet vanuit één perspectief bekijkt, maar dat je dat voortdurend deelt met zoveel mensen op de wereld. Wel, je kunt niet dit soort werk doen als je niet gelooft dat geschiedenis relevant is om er lessen uit te trekken. Ik hoop dat de lessen die te trekken vallen uit de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en zijn vreselijke afwikkeling, de Vredesconferentie van Versailles van 1919, die eigenlijk gemaakt heeft dat er nadien een Tweede Wereldoorlog kwam en nadien een Koude Oorlog, dat dit eindelijk eens een keer voorbij is. Dat we echt die lessen gaan trekken en dat we echt komen tot een veel grotere internationale samenwerking die gekenmerkt wordt niet door conflicten, maar door conflictbeheersing. En dat is mijn vurigste wens. En als ik daar met het museum aan kan bijdragen, dan ben ik een gelukkig man.